een paar stokbuien gehad. Nu is het weer droog. En waarschijnlijk krijgen we zo dadelijk nog een stortbui over ons heen. Ja, we zijn er nu al aan gewend. Er is ook weinig plek om echt goed te kunnen schuilen tegen de regen. Heel erg jammer. Dit bos helpt ook niet. Daar gaat het gewoon doorheen. Oh, wat we aankomende dagen allemaal niet meegemaakt hebben. Wow, niet normaal meer. Superveel. Mooi. Gaaf. Nog eventjes een avondloopje doen. Ach jongens. Ah, kijk eens. Gele bloemetjes. Geen idee wat de naam ervan is. Het ziet er wel mooi uit. En je ziet het. Het begint alweer te waaien. En dat is meestal een teken dat er weer een nieuw front op ons afkomt. Met regen en onweer. Dat wist ik eigenlijk ook niet, maar die dieren die worden ook extreem bang van onweer. Die vluchten echt letterlijk alle kanten op. Zo gauw ze zo'n slag horen, dan weten ze eigenlijk niet wat ze moeten doen. Dat heb ik zelf gezien. Oh. Dan staan ze er en dan gaan ze dit doen en dan gaan ze naar de andere kant heen. Waarschijnlijk worden we weer nat. Oh, jongens. Hoe gaat dat? Ah, wacht. Het gaat die kant heen, trekt het. Dus dan krijgen we waarschijnlijk dat hele front over ons heen. Ik weet niet of deze kleine boompjes genoeg filteren om de regen tegen te houden. Op een gegeven moment komt het er ook doorheen volgens mij. Oh, dit zou wel een mooie regenschuilplek zijn. Ik zal de dingetjes eventjes voor aan de bovenkant bekijken. Even kijken. Ja, we zouden hier kunnen schuilen, maar weinig kans zo te zien. Nee, dat is niet dicht genoeg. Dan weer zo'n heel front, zie je dat? Er was een wielrenner, jongens. Die was helemaal kletternat geregend. Hij keek zo om zich heen. Ik zag gewoon naar zijn ogen van, ja, ik kan hier niet weg, weet je. Wow, gaaf. Keiharde regen hebben we gehad, jongens. En nu is het weer gewoon helemaal stil. Oh, mooi, jongens. Een aantal uurtjes al op pad. Lekker lopen. Kijk eens, hier heb je pas mooi uitzicht. Geniet even van het moment. We komen bij de hooglander plek uit. Dat is hier. En daar liggen ze ook heel vaak. Nu zijn ze weg waar de hooglanders nu zijn. Geen idee. Ze zullen wel ergens op dit veld zwerven. Je komt die dieren op de raarste plekken tegen. Kijk naar die lucht. Het ziet er heel mooi uit. Ik hoop niet dat er al te veel regen uit gaat vallen. We zien nog niet zo'n ding helemaal naar beneden. Dus ik hoop dat het een beetje mee zit. Oh.
waarschijnlijk. Gaat het net langs ons heen trekken of net niet? Ik weet het niet. Daar is wel hele lichte lucht. Maar als daar werkelijk regen uitvalt, dan hebben we een probleem. Jongens, het gaat stormen. Het gaat wel super hard hier. Oh, jongens. Oh, dat voel je op zo'n veld. Ja, dacht ik iets van, wat was het? Hele harde storm voorspeld in de avond. Het begint nou opeens te komen. Dus ik denk dat we weer weggaan hier. Ik heb geen zin om letterlijk weggeblazen te worden. Het was zo ontzettend rustig. Gewoon helemaal geen wind. En nou begint het opeens. Oh jee, deze dreiging ook. Nu kunnen we het beter zien. Zou dat misschien een kerktoren zijn of iets? Het moet wel een enorm hoog gebouw zijn. Dat vanaf hier boven alles nog uitsteekt. Als iemand weet wat voor gebouw dat is, schrijf het ook even onder de video. Misschien dat we een keer erin kunnen klimmen, helemaal tot aan de top. Dat is ook al mooi. Ja, bliksemafleiders, dat heeft hij wel nodig. Als het gaat onweer. Jee, kijk dat dan. Jongens, dat ziet er niet goed uit. Gelukkig zit er geen onweer bij, daar ben ik al heel erg blij mee. Straks hebben we gewoon een onweersbui moeten overleven. Wow. Dat ging echt behoorlijk tekeer, jongens. Nou, onderhand zijn we droog helemaal. Ja, zo goed als 90-95%. Even lekker uitwaaien. Heerlijk. En dan het weekend ingaan, jawel. Nee, het begint al te regenen. Oh, daar zit ik nog niet op te wachten. Nu al. Heel iets. Oh jee. Ik hoop daar echt dat het over ons heen trekt, jongens. Of aan de zijkant wegtrekt. Je kan hier nergens schuilen, jongens. Ik zie ook geen fietsers. Dus ik denk dat iedereen al weg is. Dat ze het al aanzien komen. Ja, het begint heel iets. Ik hoop niet dat we heel veel krijgen. Een paar spotten, dat maakt me niet uit. Maar ik heb geen zin, je ziet het aan de plassen, om nu weer helemaal drijfnat geregend te worden. Oh, dat is wel heel vaak op één dag. Oké, ik zie nog niet van die slierten. Dus dat is alvast een goed teken. En door de wind kan het ook misschien een aantal kilometers verder vallen, dat de regen gewoon letterlijk weggeblazen wordt in de lucht. Mooi jongens, zulke kronkelpaadjes. Laatst baalden we jongens, hadden we gewoon letterlijk een kaartfout te pakken. Konden we weer helemaal naar huis. We hadden van één camera hadden we de chip vergeten. Ik denk, nou dan pakken we van die andere camera maar hierin.
Dat was ook niet echt een goed idee, maar goed. Oké, zoals het er nu uitziet. Nu is het weer opgehouden met regenen. Dus daar ben ik wel blij mee. Oké, nou begint het weer heel iets te regenen. Het zit er volgens mij net tegenaan, jongens. Ja, het begint, jongens, kijk. Oh jee, dan gaat het gebeuren, jongens. Wow, weet je hoe zo'n blauwe kleur opvalt in een groen bos? Nee, dat meen je niet. Kijk. Wat er staat. Batterij bijna leeg. Oh, Jezus. Dat meen je niet. Dat vinden we nou helemaal niet leuk. Oké, hij was 40%. Dan hebben we de hartslagmeter eraf gegooid van het apparaat. En dan kan ik er net 3 dagen mee doen. Terwijl anders gewoon maar 1 dag had ik veel loop. En dan is die al leeg. Dus ja, zo'n hartslagmeter heeft ook van die groene lampjes onder. En dat vreet ook allemaal stroom. Ik dacht bij mezelf, ja, wat heb ik nou dat die de hartslag opslaat? Zo'n grafiek. Ik denk, daar heb ik eigenlijk weinig aan. Ik denk, gooi hem dan maar af, weet je. Wow. En het kan ook nog zijn dat we nog meer dingen uit kunnen zetten. Die wel gebruikt voor de stroom. Maar eigenlijk die ik niet nodig heb. We zullen eens eventjes heel goed gaan kijken. Ja hoor, het gaat regenen. Oh, het gaat hard regenen, jongens. We moeten doorlopen. We hebben ze straks een vogel van heel dichtbij kunnen filmen. We zaten in een soort van dekkingspositie in het bos. En wij zaten verscholen en dat beest dat zat gewoon boven ons. Een soort vogel met een best wel hoge kuif. En heel druk was die. Nou, dan moeten we zo dadelijk bij het bruggetje aankomen. En dan zijn we er bijna. Even bellen, jawel. Gaaf jongens. Je ziet het ook hier, hoe de regen letterlijk hier af is gelopen. Oké, nou is het blijkbaar weer gestopt met regenen. Heel ietsjes nog. Het zijn echt grote plassen, jongens. Kijk eens. Yes, we zijn aangekomen bij de brug. Kijk eens naar deze modder. De wielrenners moeten er allemaal doorheen. Daar is die. En dan gaan ze fietsen en dan jumpen ze zo eraf. Hij staat er nog steeds. Wow, die staat er nu al waarschijnlijk een paar weken al of zo. Hij lag op de grond, ik heb hem neergezet en niemand heeft hem nog opgehaald. Oké, de regen is blijkbaar aan ons voorbij getrokken. Dan hebben we vanmiddag, vanochtend en nu tegen de avond, hebben we al behoorlijk wat gelopen.
Thuis zal ik wel zien hoeveel stappen we gezet hebben. Aantal doelen kunnen bereiken. En ja, ik heb het laatst ook al een keertje gedaan. Tegen de avond een frietje besteld. En nog wat anders erbij. En dan ga je gelijk naar huis en dan kun je direct gaan uploaden. Dus hoef je ook niet eerst eten te gaan maken en al die dingen meer. En het was toen best wel fijn om dat te doen. Dus het kan zijn dat we dat heel misschien vanavond ook weer gaan doen. We weten het niet. Jongens, ik wens iedereen een prettig weekend. Doei!